Yes, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze extra live sessie. En wat kunnen wij nu verwachten? Want, de vorige titel, Is dit de bodem? Was dus echt wel waar ik achter stond. Dus, voor de mensen die zeggen, ja, je hebt het fout. Misschien heb ik het daarmee fout, maar allereerst de divergenties waren niet bevestigd. Maar goed, inderdaad, ik heb het verkeerd ingeschat. Kan gebeuren. Maar wat nu? Dat is nu de grote vraag. Als je hier goed op weet te anticiperen, moet het geen enkel probleem zijn. De grote vraag is dus nu, gaan wij verder corrigeren? Of gaan we vanaf hier mogelijk weer verder omhoog? En is dit toch even een fake dumpje, aangezien het weekend is? Het gaat een hele interessante live sessie worden, dat kan ik je wel vertellen. Want heel veel setups laten toch bepaalde dingen zien die we bij Bitcoin niet zien. Dus daar gaan we ook vooral op inzoomen. Deze live sessie is vooral bedoeld als meer uitzoomplaatje. Hè. We gaan echt focussen op de grotere tijdframe. Dus we gaan ook wel even kijken waar we nu even heen kunnen gaan. Maar goed, het gaat vooral nu even om de bigger picture. Zodat er rust in de tent komt. Want ik merk gewoon, er is heel veel bloed. Er is al heel veel angst op dit moment. En dat snap ik. Want ook ik, het zat dus fout, had deze correctie niet in één keer zo hard verwacht. We hadden natuurlijk in de lange termijn video hadden we het er wel over gehad. Hè, dat we die vrijval zouden krijgen. En dat was dan mijn scenario 2. We hadden twee scenario's. Dat was de ending diagonal scenario. En we hadden het scenario dat we dus recht naar beneden konden vallen. En daar, op een of andere manier voelde ik me daar niet comfortabel bij. Dus ik ging gewoon maximaal voor de ending diagonal. En de bullish divergenties waren potentieel in de maak. Maar die hebben we niet meer. En omdat we die niet meer hebben, is de grote vraag dus nu, wanneer zien wij de reversal? En ik denk dat die vraag, daar zit iedereen mee. Dan kan ik je alvast geruststellen, want ik heb wat interessants in de grafieken kunnen ontdekken. Wat op zich redelijk oké is. Redelijk oké. Ik wil niet zeggen, mooi, bijzonder. Nee, want dat duurt nog wel even. Maar ik vind toch wel, ik heb wat gevonden in de charts, dat je denkt, hier kunnen we wat mee. En dat betekent dus eigenlijk waar het op neerkomt, dat op zich, als je hem voor 35k of 30k koopt, waar we ongeveer heen gaan, of misschien ietsje lager, dat het nog wel eens heel interessant kan gaan worden en dat dit misschien wel een koopje is. Dus mocht je een investeerder zijn, mocht je DCA toepassen, dan is dit juist alleen maar een mooie extra kans natuurlijk.
Ik zie dat de chat inmiddels lekker vol is gestroomd. In ieder geval, goedemiddag allemaal. Een hele lijst inmiddels om op te noemen. Super tof dat jullie erbij zijn allemaal. En nou ja, in principe hè, we hebben heel veel verschillende nieuwsitems hebben overbij zien komen. De Russische ban, al dat soort zaken. Goed, ik wil beginnen met de chart die scenario 2 was in de lange termijn video. En dat was deze. En de lange termijn video, misschien schrikt het wat. Ik ben trouwens nog even aan het... want ik heb, zoals je ziet, heb ik dus mijn nieuwe settingen en dat soort dingen heb ik allemaal nu klaarstaan. Ben hier en daar nog even aan het kijken hoe wat het beste ingesteld kan worden. Zoals je nu ziet, sleep ik eventjes wat. Maar in ieder geval, het nieuwe design is zo goed als klaar. Maar goed, dit is dus de bear case scenario 2 waar wij het over hadden. En dit is op basis, die hadden we toen op de CME chart hadden we die gedeeld. En uitgezoomd is dus de vraag, gaan we nog die 4 maken? Ik ga meerdere scenario's in kaart brengen. He, ik ga een ultra bear case scenario in kaart brengen. Dat er geen W4 meer is en dat het al helemaal klaar is. Ik ga deze W4 scenario ga ik in kaart brengen. Met de potentiële mooie dingen die ik alsnog zie op dit moment. En ik ga een scenario in kaart brengen dat het zeker nog wel een, ja, laten we zeggen, een paar maanden kan duren voordat we weer verder omhoog gaan. Dus we gaan de lange termijn scenario, die gaan we sowieso hierin echt vooral naar voren brengen. En dit was scenario 2, dat voor mij, dat wil ik benadrukken, nu scenario 1 is. Dit is nu voor mij scenario 1. Gezien de prijsactie, gezien alles erop en eraan, is dit nu voor mij scenario 1. Maar goed, ik ga jullie niet langer in angst houden. Want dan begin ik gewoon met het slechtste. Dan begin ik met het slechtste en ik eindig met het leukste. Dat is denk ik de beste indeling die wij hier vandaag kunnen maken. Ik zal ondertussen, ik ga heel even gefocust, ga ik mijn chat doen. Mijn verhaal doen. En dan ga ik daarna even door de chat heen scrollen. Want anders, en daarna gaan we hier een beetje doen en zo. En dat soort dingen allemaal. Dus het gaat super interessant worden. Dat kan ik je wel benadrukken. Maar we gaan dus nu beginnen met de worst case scenario. En dan haal ik hem even, maak hem gewoon helemaal leeg. Deze chart. En dan de remove drawings. Nou goed, dat was dus de scenario dat we geen W4 meer hebben. Dat was de worst case scenario. En dan ga ik hem nu laten zien hoe die dan komt. Dan heb je hier je A, dit is je B, dit is je C. Zo. En waarom zou dit een ABC kunnen zijn? Of een WXY kunnen zijn? Komt ie. Trendbased. Hebben we volgens mij ooit een keer behandeld. Recht op die 0.16.8. Dat betekent dat dit een legit running flat zou kunnen zijn. Een legit running flat. Dat betekent dus ook dat je dus niet vanaf hier begint te tellen. Maar vanaf hier begint te tellen. We houden hem even op de daily. Zodat we de tellingen goed kunnen maken. Dan is dit de wave 1. Dit is je wave 2. Je wave 3. Als die extended is. Komt die op de 3.16.8 of de 3.272. Ga ik deze hier zetten. Die hier en die hier. Zo. En hij staat op log scale, dus het kan zo zijn dat het niet lijkt dat wave 3 langer is. Als ik nu de trendbase van 1 naar 2 pak, zie je dat we precies, maar dan ook precies op deze wave 3, zijn de wave 3 op de 3.6.8 zijn gekomen. En dat zou dus betekenen dat dit dus echt een ending wave, diagonal wave 5 was. En dat we nu in een grotere correctie zitten. En geen W4 dus. Ik zei al, ik begin met het slechtste nieuws. Want we gaan natuurlijk positief afsluiten. Op deze prachtige zaterdag. Maar als dit dus de telling is. Dan betekent dat dit al een W5 is geweest. En dat betekent in ieder geval dat we nu een hele grote correctie. Nou, dit is heel overdreven. Maar een hele grote correctie tegemoet gaan. Gezien. En ja, dat is echt de Elliott Wave Timer. Dan ga ik ook gewoon tussendoor zo even laten zien hoe dat allemaal zit. Gezien dat deze zone hier, dit gedeelte. Daarom. hoger ligt dan deze top. Hebt het te maken met dat het een B-wave is. Dus dan heb je hier sowieso. A, B, C. Zo.
Dus je A, je B en je zit nu in je C-wave. Dat blijft dus gewoon hetzelfde verhaaltje. Dit. Alleen, omdat het geen W4 is en omdat die B-wave hoger is gekomen, blijven er eigenlijk maar twee scenario's over voor als het geen W4 is. En ik zei al, ik begin met het slechtste nieuws. Dan pak je met de trendbase beginpunt A, sleep je hem naar de bodem, trek je hem naar je B en hebben de levels die we vaker in kaart hebben gebracht. Zo. We gaan hem helemaal strak trekken. Zo. Staat hij nu strakker, strak. Even kijken. We gaan gewoon echt mieren neuken. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar dan is de eerste target de 25.000. Oké, zo erg is dat nog niet. Dat is nog maar een 10.000 erop. We hebben een 10.000 erop in een week gehad. Op zich valt dat allemaal mee. Alleen nou ga ik naar de worst case scenario. En dat is de 1.6.8. En die ligt op 11.000-12.000. En dat is echt als je niet uitgaat van een wave 4. Dat deze beweging, deze, een wave 5 was. Oh, ja, beter zo trouwens. En dat je dit nu klaar hebt en dat je nu in een grote correctie zit. Macro niveau. En dat is echt worst case. Worst case. Als we dan, en dat is super interessant, en dan gaan we, ik moet dan eigenlijk ook even naar een andere chart. Precies op die 11.000, hè, zetten we een trendlijn. Kijk nou. Support of weerstand. Eigenlijk hier deze hele zone. En hier ook deze hele zone. Dus ik wil hier een blok van maken, hè, zoals we dan altijd doen. Blokken maken. Maar ik teken het eigenlijk even in de verkeerde chart, maar goed. Als we dit dan zien, wat we dan echt op het wekelijks tijdframe doen, is gewoon eigenlijk de oude levels, breakout levels, testen. Dit is echt gebaseerd op het wekelijks, maandelijks tijdframe. Ik heb hem nu even op daily staan. Maar dan zie je dat die 1, 6 en 8 worst case scenario enkel een terugtest is van je uitbraaklevel. Want dit was dan zogenaamd een driehoek of iets dergelijks. Je breekt eruit en nu heb je die terugtest. Dit is worst case scenario. En ja, dat is pittig. Heel pittig. Als we dan de normale Fibonacci tool vanaf het startpunt, dus vanaf deze bodem, omhoog tekenen naar ons eindpunt, zie je dat dat ook overeenkomt met een 86% correctie. 86%. Ik ga hiervoor heel even naar een andere grafiek om deze bear case scenario verder toe te lichten. En dan moet ik eigenlijk de bitstamp grafiek hebben. Deze. En dan zie je het. Dan zie je het. Hier ook een terugtest van de oude uitbraaklevelzone. Hier ook uitbraaklevelzone. Ik ga er een blok van maken, geen exacte levels. Hier zie je het ook een soortzelfde patroon. Uitbraak, hè? Uitbraak. Boom. Daarna langzaam corrigeren. Maar wel weer die terugtest. Zo. En je ziet dat eigenlijk continu, bijna continu weer. Behalve hier. Hier zie je hem niet. Op basis van hier. Maar waarom zouden we dan nu ook niet hier kunnen? He, dat we hem dan dit level weer gaan terugtesten. Het kan. Let op, nogmaals. Ik wil niet benadrukken dat dit mijn mainplan is. Dit is de worst case scenario. We beginnen met slechte nieuws. En dan zitten we niet in een W4. Dus, kan het? Mag het? Ja. Cool. Dat is de worst case scenario. Oké, dan gaan we nu naar een wat beter scenario. En dat is alsnog een scenario van... ga ik even de goede erbij pakken. Dat is een scenario dat we alsnog in een W4 zitten. Dus nu begint het alweer wat interessanter en leuker te worden. En dan gaan we eigenlijk gewoon naar deze. Dat is deze. En deze telling, dat betekent dat we op een hele korte termijn recht naar beneden blijven vallen. En hele korte termijn bedoel ik mee aankomende 3-4 maanden. Betekent wel dat dit zonder enige bounces zal zijn. Kleine bounces. Redistributeren verder down.
Weer drop, weer redistributeren, verder down. Uiteindelijk de liquiditeitszone hier opzoeken. Hier ga ik vanuit dat er nog steeds een wave 4 is. Ga ik nog een keer nachecken met de trend-based Fibonacci tool op basis van de CME. En dan kom ik dus op deze zone uit. Hier. Maar, wat nou als we bodem op 31k? Kan ook, want daar zit die 1 op 1. We hebben hier namelijk, en dan zoom ik hem even in, op de CME hebben wij hier nog een gap. En zoals we weten, die gaten worden altijd gevuld. Dus ga ik ervan uit dat wij deze bodem hier gaan breken? Nee, daar ga ik niet van uit, zolang hij houdt. Dus dat betekent ook dat hier ook de eindtarget zou kunnen liggen. Tussen die 31.000 en 33.000. En daar zijn we al heel vlakbij. Dus dat is eigenlijk... Dat betekent dat we bijna klaar zijn. Hè, als we het zo zien. En dat deze hero zoiets gaat komen. Dat het er zo uit komt te zien. Zo. Nog één dropje down. En dan klaar. Dit is een scenario waar ik me prima in kan vinden. En dat betekent ook dat we in mei, misschien al eerder in april, klaar zijn. En dat we van de 4 verder omhoog gaan. Alleen op het moment dat we hier op basis van deze telling al flink verder droppen. En we bouncen hier, maar de telling is nog niet klaar. Dan hou ik wel rekening met nog die extra drop. Maar dan zal deze W4, die gele W4, zal wat langer duren. Oké, dat is op zich een niet verkeerd scenario. Dan gaan we max even range op 30. Dan misschien een wikje naar beneden. Liquiditeit ophalen naar 25.300. En dan alsnog verder omhoog. Omdat het een W4 is. Zoom ik hem even uit. Omdat het een W4 is. Komt hij er zo uit te zien. En dan is het nog niet over met de pret natuurlijk. Zo. En dat is leuk. Prima. Dat betekent ook dat dit heel snel gaat. Hè? Dat betekent dat we maar 3 maandjes... in het rood zijn, 4 maandjes in het rood zijn en dan klaar en dan de volgende fase ingaan. Dat is scenario 2. En het komt eigenlijk een beetje overheen, hè, met deze. Wat eerst dus in de Q1 en Q1 lange termijn video scenario 2 was. Is nu scenario 1 geworden. Dus dit is nu scenario 1. Heb ik nog een chart. En die grafiek is ook een ending diagonal. Maar dan komt hij een stuk dieper. Ook rond die 25 tot 22k. En dat is deze. Alleen dat is niet meer mijn main scenario. Dat is deze. Het nadeel is van deze. En dat is eigenlijk in Bitcoin termen vind ik het meer legit nog steeds. Het is niet meer mijn main. In Bitcoin termen vind ik het meer legit. Waarom? Ga ik uitleggen. Is de ending diagonal alsnog, maar dan een stuk dieper. Ook naar deze blauwe box hier aan de onderkant. Ik ga hem nader toelichten. Want wat wij dan hebben, is dat jij hier een 1, 2, 3, 4, 5 hebben. Dus dit is een 1, 2, 3, 4, 5. Oftewel je A-wave. En de ending diagonal bestaat uit ABC. Zo. Dat betekent dat dit gedeelte dus je 1 is. Maar waar die 1 gaat eindigen, I don't fucking know. Dat durf ik echt niet te zeggen. Dat is dit gedeelte. In ieder geval, misschien bouncen we hier al, zijn we al klaar. Maar een nadeel is van, of nou, nadeel, het gevaar is van deze chart, en waar we wel rekening mee moeten houden, is dat dit veel langer duurt dan 3-4 maanden. Dit is gewoon echt een downtrend op basis van het wekelijks tijd, waarin die gewoon 8 tot 10 maanden kan gaan duren. En dat is natuurlijk wel pittig. Dat zou betekenen dat we misschien pas in augustus of september gaan bodemen. En dan misschien en dan in één keer een dikke laatste rally gaan krijgen. En die gaat heel agressief ook weer worden. Heel agressief worden. Kort, krachtig en boom. Dat is als we natuurlijk positief uitgaan van deze W4. Het nadeel is, je gaat heel lang in deze zone blijf je hangen. Dus waar wij dan voor moeten waken is oké, we vinden een bodem. We zijn weer bullish. En bij dat puntje 2, bij dit puntje, heel Bitcoinland is weer bullish. Echt heel Bitcoinland is. We gaan naar de moon, we gaan naar 120k en we gaan daarin en we gaan zus en we gaan zo. En dan letterlijk in een hele korte periode pop. Ja, weet je, dat is het nadeel van deze grafiek.
En die kan nog steeds. En eigenlijk is dit natuurlijk wel nu mijn scenario 1 gezien. De prijsactie gezien. Alles erop en eraan. En alle gekkigheid op een stokkie. Maar dit vind ik wel persoonlijk nog steeds meer bij Bitcoin passen. FOMO creëren en weer dumpen. Angst creëren, weer pumpen. Bij deze 3. Hier is weer angst. Pumpen. FOMO creëren, weer dumpen. Eigenlijk moet je deze ending diagonal, en die is ook zo gedesigned, als een emotionele rollercoaster zien. En omdat in dit gedeelte wordt iedereen zo gigantisch bullish en weer dumpen. Weer teleurgesteld. Derde keer al. Oké, weer FOMO. En we gaan weer dumpen. Voor de 5e keer is de particuliere belegger geraakt. Emotioneel geraakt. Ze zijn er helemaal klaar mee. Ik ga helemaal uit crypto. Ik ben er helemaal klaar mee. Emotioneel weer zo getriggerd door al die FOMO gehalte. Daarna weer die angst. Ik stop ermee. En dan boom. En daarom vind ik deze grafiek gewoon veel meer bij Bitcoin passen. Veel meer die emotionele rollercoaster zal in deze grafiek zitten. In plaats van kort, krachtig, bam, angst in de markt, weer pumpen. En gezien de prijsactie natuurlijk, hè, kan dit nog steeds wel. Maar we hebben dus ook heel snel een invalidatielevel. En dat is heel makkelijk te herkennen. En daar gaan we het nu over hebben. We gaan het namelijk nu hebben over de invalidatielevel van die 1, 2, 3, 4, 5 naar beneden. Van deze. Ga ik hem wel gewoon even op deze pakken. Zo. Namelijk, als dit de 1, 2, 3, 4, 5 is. Dit is je 1. Zo. Ga ik hier even een trend-based Fibonacci tool-up losladen. Trouwens. Hij moet hier. Zo. Kijk, we zitten recht op, trouwens, op die 1, 6 en 8. Dat is super, super interessant level. Zo. Maar ik denk dat hij hier gaat eindigen. Zo. Dan hebben we namelijk 1, 2, 3, 4, 5. Ongeveer zo. En wanneer zouden we dus kunnen invalideren dat het dus wel al klaar is? Dat is nu heel makkelijk. Je ziet het namelijk op basis van deze telling. Als Bitcoin boven, nou ja, we kunnen hem hier zelfs al helemaal op inzoomen. Zo. Je hebt nu waarschijnlijk op de lagere tijdframes. Heb je hier 1, of dit is je 1, dit is je 2, dit is je 3, dit is je 4, dit is je 5. Zoiets zou die kunnen. Maar dan zou je heel makkelijk je invalidatielevel kunnen herkennen. Oké, wanneer kunnen we dus ervan uitgaan dat de bodem al gezet is? Dat kan al bij 39.800. Dus op het moment dat Bitcoin weer bij die 39.800 aankomt. En dat is op basis van die grafiek. Hè? Als we naar deze gaan, is hij nog meer. Omdat we dieper zijn gevallen. Bij deze grafiek is 38.700 al key weerstand. Want op het moment dat wij die 38.700 weten te breken, is de bodem al in. Want dan kan het geen 1, 2, 3, 4. Nou, we kunnen het zelfs nog meer aanscherpen trouwens. Zo. Dan zouden we zelfs al 37.000 kunnen hanteren. Dat de bodem wellicht al in is. Dus zo gaan we langzaam gaan we afbaken. Oké, dus ik verwacht dus sowieso, hè, want we hebben geen divergentie. Dit is 3, we kunnen het sowieso nameten. 3 is nog niet klaar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, gaan we even helemaal inzoomen. Kijk, nu wordt het leuk. Hier zie ik een 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus je weet 3. Dan gaan we nog 1 tik naar beneden krijgen. Dus de blauwe box die gaat naar 33.300 ongeveer. En dan zullen we een 4 maken en dan zullen we een 5 maken. Dan is het klaar als case. Dan zou het wellicht klaar kunnen zijn. Maar als we dan de bounce maken en die bounce, nee, die komt boven die 0.5, dus zeg 38k, dan is het al klaar. Dan is het al klaar. En dan zoomen we weer even helemaal uit voor de beeldvorming. Zo. Dan is namelijk deze wave 5, deze witte wave 5, is dus helemaal klaargemaakt. Zo. En zo zou die dan, even kijken, waar is die andere telling? Hier is die telling. Zo zou die dan komen.
even kijken. Zo, 33. En dan is het belangrijk voor deze 4 dat we dus, ja, dat we boven die, komt die. Hier zie je hem op 42 staan trouwens. Maar dat komt natuurlijk omdat we nog geen low hier hebben. Teken ik hem goed? Ja, ik teken hem wel goed. Dus dan is daarna key weerstand trouwens voor deze witte 4 is 42. Zo zou die dan komen. Dus dat is een scenario waar we rekening mee moeten houden. Dus op het moment, op de CME, hè, dit is CME. We hebben die low nog lang niet gezet. Maar op het moment dat wij die 43.000 weten te breken, is deze 4 niet meer geldig. Ja, ik kan nog naar 46. Maar dan is de kans een stuk aannemelijker dat dit hem gaat worden. De lange rekker in. Ending diagonal. Lekker sloom. FOMO-weefje creëren. Daarna weer dumpen. Daarna weer een angstweef creëren. Weer een FOMO-weef creëren. Dan weer een dumpweef creëren. Richting de blauwe box. En daarna is iedereen klaar. En alsnog booming. Dit is het positiefste wat we kunnen vertellen. Maar ik gaf in het begin van de video aangaf ik dan, wat zijn dan de positieve signalen? Komt-ie. Ik hoop dat de dingen wat blijven staan. Ga ik naar de maandelijkse grafiek. De maandelijkse grafiek. Zien wij nu, en dat maakt het interessant, we hebben nog 9 dagen. Maar als wij hier een hogere bodem weten te creëren op de maandelijkse grafiek. Dus de maandelijkse grafiek mag en moet niet onder 34.000 sluiten. Als de maandelijkse grafiek onder 34.000 sluit, is dit positief nieuwtje weg. En daar bedoel ik mee de hidden bullish divergentie op het maandelijkse tijdframe. Op de monthly. En die hidden bullish divergentie op het maandelijkse tijdframe, dat zou dus de power en de bounce kunnen geven om inderdaad nog steeds deze blauwe box op te zoeken. Dus we kunnen deze maand even weer erboven sluiten, daarna alsnog wel de lows uitschakelen. Maar als de volgende maandelijkse sluiting maar daarboven is, is de hidden bullish divergentie in play. En op de monthly zo'n signaal, dat is heel netjes. Heel netjes. Maar let op, dit is op het maandelijkse tijdframe, daar gaan gewoon maanden overheen. Ja, maandelijkse tijdframe loopt altijd de eerste van de maand. Goed, gaan we naar de 2-wekelijkse grafiek. Ook de 2-wekelijkse grafiek, de bodem van de 2-wekelijkse grafiek, ligt op 31.000. Zolang wij hierboven blijven sluiten op het 2-wekelijkse tijdframe, hebben we hier ook een prachtige hidden bullish divergentie. De prijs maken we een lower low. Terwijl we op de RSI zijn maken we een lower low en op de prijs maken we een higher low. En dit soort signalen mogen we gewoon niet negeren. Dus hoe angstig ik begon, hoe positief dit is als we dit gewoon weten te houden. Want dan kan je dus inderdaad wel zeggen dat dit scenario misschien bij de 32k al in is. Wat we in het begin van de video hadden besproken. Dat we hier gaan bodemen. Even snel. Hier al. Zo. En dat we dan die W5 gaan maken op basis van die hidden bullish divergentie op het wekelijks tijdframe, 2-wekelijks tijdframe en maandelijks tijdframe. En dit is nog steeds 2-wekelijks tijdframe. Maar ook, ik heb nu even de CME chart voor me, maar ook op het wekelijks tijdframe is hij natuurlijk gewoon zichtbaar. En dit is op de CME, maar hij is ook gewoon op de normale prijs is hij zichtbaar. Hier maken we een lower low. En hier maken we een higher low. Ik vind het wel wat veel candles ertussen. Eerlijk is eerlijk, ik vind er veel candles tussen zitten. En daarom pak ik hem liever op de 2-weken tijdframe. Maar ja, hoe hoger de tijdframe, hoe krachtiger. Kijk, en we hebben het nu over 2-weekse tijdframe, maandelijks tijdframe. Dat betekent dus dat het wel echt een langere periode is. Dat betekent niet dat we, het is 1 februari en we hebben die hidden bullish divergentie en we gaan naar de moon. Nee, we moeten natuurlijk eerst afbakenen.
we moeten dan kijken, oké, zien we ook een reversal signaal op het dagelijks tijdframe? Zien wij bijvoorbeeld een bullish divergentie op het dagelijks tijdframe? Dan zou die bullish divergentie op het dagelijks tijdframe, of misschien zelfs 2 of 3 daags tijdframe, zou uiteindelijk de wekelijkse in gang kunnen zetten. En daar uiteindelijk de 2 wekelijkse in gang kunnen zetten. En dan zal die push naar het maandelijks tijdframe in gang gezet worden. Dus, dit soort signalen, wat we nu zien, laat wel zien dat er gewoon nog steeds koopkracht is. De RSI maakt een lower low, lekker afgekoeld, de prijs maakt een higher low. En dit soort signalen moeten we niet negeren. En daarom ben ik heel erg benieuwd. Ik verwacht sowieso dat we dit gedeelte keek wel heel lang naar. Het enige waar ik even mee fout zat, is dat ik hier een ending diagonal had verwacht, dat het wat langer zou duren. Nou ja, als we het bekijken op het wekelijks tijdframe, is mijn scenario gewoon wel in play. Alleen gaan we wat harder en rechter naar beneden. Alleen op het moment dat wij vanaf hier nu gaan bouncen, dat moet je wel vooropstellen, en we hebben niet de blauwe box opgezocht, dan verwacht ik eigenlijk wel die push weer naar de blauwe box. En dan wellicht de ending diagonal scenario. Maar goed, we moeten goed deze dagen, vooral het maandelijks tijdframe, einde van de maand, moeten we kijken hoe die is gesloten. Dat is echt key. Het eerste wat ik ga doen, 1 februari, kijken hoe de maandelijkse grafiek is gesloten. En heel veel analisten die kijken op dit moment niet naar het maandelijkse tijdframe. Die kijken naar de 15 minuten en die zien dit. Oh mijn god, crash. Crash, crash, crash. Maar even hoge tijdframe, want we zijn hier gewoon op macro niveau ook bezig. Weet je? Hoe slecht ziet deze grafiek er nou uit? Dit is toch een gigantisch mooie grafiek, jongens. Hier word je toch gewoon blij van. En natuurlijk staan we allemaal misschien wel min 40, min 50, min 60, min 10, min 20. I don't know. Natuurlijk kan je in de min staan. Maar als we dit zo even bekijken op het maandelijks tijdframe, is er gewoon niks mee aan de hand. Als we dit bekijken op het 2-wekelijks tijdframe en we maken die low op 33.000 of een wick. Geen body closing, een week na 22. We krijgen binnen een week weer die opkoping dat we weer boven die 30 sluiten. Hey, nog steeds niks aan de hand. Even liquiditeit ophalen, weer een pump. Zolang we maar geen body closing zien onder die 30.000. Dus dat is heel erg belangrijk. En wat ik ook wil meegeven, stel je voor, blijven nu gewoon vallen en we zijn bij de CME en we vinden bounce. Des te sneller we naar beneden gaan, des te sneller we ook weer omhoog gaan. En het klinkt heel hard, maar dat is wat ik eigenlijk een beetje bedoel met het scenario dat we hier hebben. En wat bedoel ik mee met hier? Met deze. Dit duurt heel lang. Dit gaat heel lang duren. Hè, dan heb je nu die wave 2 en dan zit je gewoon echt in een downtrend voor een paar maanden. Maar al blijven we nu vallen en we gaan in één keer gewoon nu droppen en er is angst en we gaan naar die 30k of we gaan naar de 24k, weet wel, des te eerder we klaar zijn. En des te eerder we weer omhoog kunnen gaan. Zolang we maar geen maandelijkse sluiting zien onder de laatste candle body closing, dan is het goed. Want in mijn video vorige keer zei ik ook, ik wil, hè, dat was hier al, en dan kan ik nog even nader toelichten, want ik had het natuurlijk gewoon mis, fout wil ik niet zeggen. We hadden hem wel een beetje in kaart gebracht. Maar ik wou hier een bullish divergentie waarnemen. Hier, dit gedeelte op daily. Op die 38.400. En dat kwam keurig uit. En ik zag potentie. In één keer, bam, klapte die door. Ja, en dan heb je geen bullish divergentie meer. En toen zei ik al, als de bullish divergentie wordt uitgeschakeld, is het foute boel. En de reden waarom ik nu een beetje sceptisch ben op de lagere tijdframes, is omdat de hele daily tijdframe gewoon kapot is. En wat ik daarmee bedoel, is dat wij, ik wil gewoon een bullish divergentie als reversal signaal zien. Dat is wat ik wil zien. Of flinke opkoping en bam, die 38 tot 40k uitschakelen. Dat zou ook een positief signaal zijn. Maar zie ik dat zomaar gebeuren nu, dit? Zolang we geen bullish divergentie zien op het daily of 12 uur, ben ik wel heel sceptisch erin, hoor. Dus dat is wel echt iets waar we gewoon rekening mee moeten houden.
En natuurlijk, er heerst gewoon op dit moment heel veel angst. En hou mijn YouTube-kanaal vooral in de gaten. Of hou gewoon rekening met je eigen analyses. Met de 2-wekelijkse tijdframe die we hier hebben. En de maandelijkse tijdframe die we hier hebben. Dit zijn op dit moment, in deze tijden, de 2 belangrijkste dingen die wij in de gaten moeten houden. Monthly sluit over 9 dagen. 2-weekse tijdframe over 8 dagen. Dus we hebben nog een week lang speling. Dus dat zou letterlijk kunnen betekenen dat we deze week nog zelfs, het gebeurt natuurlijk niet, naar weet ik veel 28k kunnen vallen. Of misschien zelfs 25k. Maar als we dan binnen die periode weer omhoog weten te kruipen. En we sluiten gewoon weer hierboven. En hierboven bedoel ik mee 31.000. Is er nog steeds niks aan de hand. Want ik teken, en sommigen niet. Maar ik teken de bullish divergenties op de bodies. Niet op de wicks. Want de wicks zijn voor mij ruis. Dus het belangrijkste is dat wij nu op het 2-wekelijkse tijdframe gewoon boven deze body bij 31.800 weten te sluiten daarboven. Maandelijkse tijdframe is dit 35.164. En dat is over 9 dagen. Dus dit zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten die we nu de aankomende periode in de gaten moeten houden. Want als we hier wel een maandelijkse sluiting onder zien, dat zeg ik ook alvast, dan mag je je borst alvast nat maken. Het enige wat dan nog kan redden is de 2-wekelijkse hidden bullish divergentie. Maar zal dat dan de power geven naar nieuwe all-time highs? Dat denk ik niet. Alleen de monthly zou in mijn optiek de bounce kunnen geven naar nieuwe all-time highs. De 2 weken niet. De 2 weken moet de monthly eigenlijk een setje geven. Dat is hoe ik naar de grafiek kijk. Het moet allemaal in samenhang zijn met elkaar. En dat zijn gewoon de belangrijkste ingrediënten op dit moment. En het mooiste is zelfs als we de volgende maand bijvoorbeeld een doji hebben dat we nog een maandje blijven hangen. Een doji is bijvoorbeeld ook een reversal signaal. Of een hammer. Hè? Een hammer dat we deze maand net erboven sluiten. Dan zullen we volgende maand, ik noem het gewoon. Hè? Ik weet niet of het gaat gebeuren. Dat we volgende maand, binnen een maand, die wick naar beneden gaan krijgen. Naar 25k. Maar dat die daarna in diezelfde maand, dus in februari, weer wordt opgekocht. Dat je dan hier een hammer hebt. Dat die ziet er dan zo uit. En dan heb je alsnog, omdat je dan alsnog een hogere bodem maakt op de bodies, heb je een hammer, candlestick, gepaard met een hidden bullish divergentie. En dat is ook een reversal signaal. Dus dat zijn voor mij al de alarmbellen. Oké, jongens, we moeten ons weer klaarmaken. Waarschijnlijk komt er een run om. En natuurlijk, volgende maand wordt dat pas beslist natuurlijk. Want na een hammer moet je een bevestigend candlestick hebben. En dat is dus nog een groene candlestick. Dus, het belangrijkste is gewoon continu nu de marktstructuur in de gaten houden. De marktstructuur op het maandelijks tijdframe, wekelijks tijdframe. Cool. Ik zie, inderdaad, zoals Mike geeft, 200 kijkers. Super tof dat jullie er allemaal bij zijn. Het zou super tof zijn als jullie een duimpje achterlaten. En natuurlijk ben je ook nog niet geabonneerd op dit kanaal. Houd het kanaal vooral in de gaten. Er gaan leuke weggevenacties weer komen. Volgende week, ik zou het eigenlijk dit weekend naar kijken. Alleen, ik vind dit nu heel even wat belangrijker. Ik heb ook nog een mededeling over de Altcoin Zondag op dit moment. Maar daar kom ik straks ook eventjes op terug later in het einde van de video. Want we zitten nu lekker in analyses. Ik ga in ieder geval alvast lekker de IMA'tjes even doorlopen. Ik ga heel even de chat doorlezen. Een slokje drinken nemen. Dus geef me een klein momentje om even wat bij te lezen. Inderdaad, Pieter snapt hem. Maandelijks kan nog steeds een high low worden. Dus dat is op de monthly sowieso positief. Inderdaad. Ik kijk even niet meer naar mijn wallet. Nee, soms is dat dan ook een strategie. Of je koopt bij. Om natuurlijk bijkopen zomaar blindelings. Hangt van je strategie af. Ben je een investeerder en hanteer je dollar cost averaging. Dan is dit op zich geen verkeerd moment. Alleen, als je wat safe wil spelen, dan is het misschien handig om te wachten op een reversal signaal. En dan heb ik het dus over een hammer. En dat kan op een dagelijks tijdstip, een wekelijks tijdstip. Want we hebben natuurlijk ook die ultra bear case in kaart gebracht. Dat geen W4 is. Ik wil het niet. Ik wil het eigenlijk. Ja, heel hard wat ik zeg. Ik wil het. Ik zeg dat ik het niet wil. Maar ik wil het eigenlijk wel. Waarom? Omdat voor mij de fundamentals van Bitcoin. En dat klinkt heel krom wat ik zeg. Maar ik geloof zo erg in Bitcoin. Dat als Bitcoin echt die
worst case scenario gaat opzoeken van 15k of 11k of 20k. Ja, het is heel kut, maar ik ben super blij. Want ik zie dat echt als de once in a lifetime opportunity gewoon in mijn leven. En daar word ik eigenlijk alweer helemaal enthousiast van. Het is kut dat de koers daalt. Maar ik probeer gewoon die lange termijn aan te houden. Als ik die kans krijg en ik koop daar. Hey, ik parkeer dat gewoon voor 10 jaar en ik vind het goed. Weet je? Want de fundamentals van Bitcoin blijven hetzelfde. Of je nou op 30k zit, 34k, 35k. Ja, daar word ik alleen maar enthousiast van. Natuurlijk is het niet leuk als je bent ingestapt op 40k. Zie je het zo, als je ingestapt bent op 40k en hij klapt naar die 20k. Kan je ook weer je gemiddelde naar beneden trekken. Dus dat is sowieso iets waar je gewoon wel rekening mee moet houden. Tuurlijk is het op korte termijn kut en kloten dat je portfolio gecrashed is. Maar dat is part of the game. En daar wist je voordat je hiermee ging beginnen. Dus ja, dat wou ik nog eventjes kwijt. maar zo denk ik erover. Hè? Ik zie het gewoon als een extra kans. Even kijken. Waar kan op korte termijn de W4 uitkomen? Nou ja, hè, dat ligt er dus aan of dit een korte termijn is. Of dat wij een lange termijn W4 gaan maken. En dan ga ik weer even... Hè? Even kijken, dat is... Dit is de lange termijn W4. Dit, ja, korte termijn. Dit is gewoon, dit duurt gewoon lang. Hè, zoals we net al hadden aangegeven, dit duurt gewoon echt lang. A, B, C. Of een korte termijn W4, dat is dit. En dat zou betekenen dat we binnen nu en 2 maanden, 3 maanden max gaan bodemen. Of het nou hier is of hier is of hier is. Maximaal ligt die bodem van de W4. En of het eigenlijk mag op basis van de Fibonacci's durf ik niet helemaal te zeggen. Want dan komen we eigenlijk onder die 0,5 Fibonacci. Maar als het een wiki is, misschien kunnen we een keer zo ogen door de vingers zien. Vingers door de ogen. Jezus, kom niet eens maar hebben. Maar dan ligt die target op 25.300. Dat is de meest bearish scenario. Maar misschien is het namelijk al 32k. Kijk, en wat ik net bedoelde met die doji op de monthly. Stel je voor, hè, we sluiten de monthly hier. We sluiten de monthly hier op 39k. Binnen die maand, in februari, krijg je die klap down. Naar 25, maar gelijk weer een opkoping. Dan sluit waarschijnlijk de monthly alsnog erboven. Hebben we wel liquiditeit opgehaald? Zijn we gezakt naar 25k? Maar als we daar binnen een vingerknip weer op bouncen en we klappen zo weer die 30k in. Ja, hey, prima. Weet je, dan is de wekelijkse tijdframe, maandelijkse tijdframe is gewoon nog niet beschadigd. Dus dan hou je gewoon die marktstructuur hou je op het maandelijkse tijdframe. Goed. Even kijken. Ga ik weer even verder lezen. Wat verwacht je de komende 2-3 dagen? Nou, dat vind ik een hele interessante vraag. En als je mijn antwoord wil weten. En dan ben ik eerlijk. Mijn antwoord is, I don't know. Nee, ik weet echt niet. Nee. De reden waarom ik het niet weet, is omdat... Nou ja, ik ga wel wat laten zien waarom ik het niet weet. Ik denk namelijk gewoon hetzelfde prijsniveau waar we nu zitten. Kijk, ik ga even wat dingen laten zien waar we over 2-3 dagen zitten. Dit gedeelte is een 1, dit is een 2. Door middel van ABC. Dit is je 3. Dus die 3... kan hier ergens bodemen. Vermoedelijk hier, waar we nu zitten. Of hebben we het bodem al gehad, of iets laag, I don't know. Dan zullen we een bounce krijgen, als W4 zijn en dan nog een tik krijgen. Want dan heb je 1, 2, 3, 4, 5. Dus als jij dit zo ziet, dan zou ik persoonlijk zeggen, oké, okay, dit is op het vierde tijdframe, we gaan hier tussen rangen. En dan bedoel ik mee tussen 36.600 en 34. Of ja, 34 ongeveer. Dat betekent dat we over 2-3 dagen hier kunnen zitten. 35. Of dat we net op dat punt van 36 kunnen zitten. Of dat we op het punt kunnen zitten van 34. Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik wil is wel een bullish divergentie minimaal 4 uur voordat ik echt denk, oké, dit is de bodem. Ik zie dat niet. Ik ga je nog mooi vertellen. Op het tweede tijdframe zie ik zelfs geen bullish divergentie. Dus is het al klaar op de echt lagere tijdframes? Nou, maybe niet. Dus als je mij vraagt, waar zitten we over een dag? Nou, het zou nog best wel eens nog een tik naar beneden kunnen krijgen. Hè? Dat we hier ergens daarna een bullish divergentie op de 1-hour hebben.
Nou, zeg, we hebben een bullish divergentie op de one hour. Hebben we vanavond. Oké, dan kunnen we vanavond zullen we een bounce maken. Maar die bounce zal naar max 35.600 komen. Dus dan heb je een bounce van 33.800 naar 35.600. Al met al, we zitten even gevangen hier. Dat is hoe ik nu naar de grafiek kijk. We hebben natuurlijk die massieve drop-down gehad. Maar ik zie geen reden op dit moment om te stijgen. Op het moment dat wij nu een bullish divergentie maken, we bouncen weer. Wat je daarna weer tegenaan gaat lopen, ja, is gewoon weer tegen een hidden bearish divergentie. Vanaf dit punt op de one hour, en dan bedoel ik mee vanaf dit punt, vanaf 36.400, dus zou je daarna weer een hidden maken. Ja, en dan zou je weer een push naar beneden krijgen. Dus dit soort dagen, ik zou het echt willen, maar dit soort dagen na zo'n grote correctie is echt alleen om te scalpen. Continu laag tijd, echt hele laag tijd, frames in de gaten houden. Maar vooral de prijsactie. En de divergenties en meer niet. Targets aankoppelen aan, in combinatie met tijd. Ja, daar durf ik gewoon. Daar weet ik gewoon echt geen antwoord op. Daar weet ik gewoon echt geen antwoord op. En dat, ja, sorry. Daarvoor heb ik ook niet echt een glazen bol natuurlijk. Daarvoor moeten we gewoon continu de divergenties in kaart houden. En daarom wil ik vooral. Daarom is deze stream vooral bedoeld op hoge tijdframe. Daarom zijn we daarmee afgetrapt om even de rust in de tent te brengen. Want er is gewoon veel bloed en ja, chaos in de markten. En dat is niet wat je wil. Dus ik verwacht eigenlijk gewoon range. Oké, dat is het antwoord. Gewoon range. En waar we zitten, ja, hier tussen ergens. Cool. Simon zegt, leuk video. Dankjewel Simon. Top. Dave zegt, de dip van mij was anders dan nu. Veel landen zijn helaas kritisch op de cryptomarkt. Dat heeft de laatste maanden wel eens veel schade aangericht. Ja, we zien heel veel nieuwsdingetjes die zeker de boel kunnen versterken. Zeker. Ben ik mee eens. Maar of het de reden is van de correctie? Nee, want dit stond sowieso. Dat stond sowieso. Alleen de vraag was meer destijds, hoe gaan we deze WFC maken? Deze. Gaan we hem maken door het middel van deze zo genoemde ending diagonal? Hè, zo. Wat mijn mainplan was. Dat was mijn mainplan tot wij 38 verloren. 38.4. Want dat was dan die ABC die we zo zouden maken en dan weer verder naar beneden. Dat was mijn mainplan. En ja, inderdaad, vorige video in mijn titel. Hier een prachtige bounce. Prachtige bounce. Je kan zeggen wat je wil. Maar dit bounce. Je hebt dit niet, hè? Je hebt dit niet. Dit bounce was prachtig. Ik zeg, we gaan nog eentje lager maken om hier die bullish divergentie te maken. Hier. Ja, en die faalde. Nou ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Je hoeft even een dikke whale te hebben die even dat extra setje geeft. Ja, dan heb je geen divergentie. En dat was marktstructuur die gebroken is geworden. En ja, dan, dat is dan pech. Dan hou je weer een ander scenario over. En daarom moet je altijd wel meerdere scenario's in kaart brengen. Zodat je eigenlijk geen paniek hebt. En treed ik op zo'n moment. Hier, die drop. Ik vertel ook eerlijk en oprecht. Ik was hier long. Serieus, ik was long. Ik ben ook geld verloren. Want ik hou me aan mijn plan. En mijn plan was dit. Ik was aan het loeren op die bullish divergentie. Had ik het anders kunnen aanpakken? Maybe. Want ik had misschien moeten wachten op een bevestiging op de daily tijdframe. Maar nou komt die. Dan ga ik naar de one hour. En wat ik hier zag. En daarom was ik long. Ik ga gewoon toelichten waarom ik dus geld verloren ben. Kan je misschien wat verleren. Maar ik zag dit. Ik zag inderdaad nog één keer dat pushje. Dus hè, dit pushje. Zo. Bang. En ik zag hier. En je ziet hier die mooie opkoping. En daar bedoel ik mee. Deze candle. Komt-ie. Deze candle. Zo. En ik zag hier dus, op basis van deze grafiek, zag ik dus een 3-drive bullish divergentie op de 1 hour. Ik denk, bats. 1 hour bullish divergentie, 12 uur divergentie, daily divergentie. We gaan knallen. Alleen hij faalde. Het werd dit, vol 1 uur later. Massieve drop. Ja, en toen werd alles dus geïnvalideerd. Dus hè, toen ging daily weg. Dus de reden waarom ik long was gegaan is omdat ik al een plan had dat hij op dat level zou komen. Nou, oké, okay, prima. Uiteindelijk failde alles en was klaar. Over met de pret. Ja, hoort erbij, part of the game. En ja, ik ben ook geld verloren hier. Ik was ook long.
stoplos gewoon afgegaan. Nou, prima. Wat wij wel weten en de leden ook weten. De trade daarvoor. Dat was deze. Dit was een short. En die hadden wij ook. En die hadden wij tot 37.800. Had ik een short. Vanaf 44.000 tot 37.800 had ik een short. En als ik dan de winst kijk. Wat ik hier heb gemaakt. In vergelijking met de loss die ik hier heb gemaakt. Was de winst hier 3 keer zoveel dan de loss. Misschien wel 4 keer zoveel. Dus is mijn portfolio alsnog beschadigd deze week? Nee, totaal niet. Het is natuurlijk fucked up. Ik heb mijn stoploss afgegaan. Dat is part of the game. Daar moeten we mee dealen. En daarom is portfolio en risicomanagement zo van belang. Als jij namelijk gewoon hetzelfde hebt ingezet wat je hier hebt ingezet. Met 10% of minder van je portfolio. En je riskeert 10%, riskeer je maar 1%. Dan heb je dus hier 3 keer zoveel winst kunnen maken. En hier dus dat ene procentje verlies gemaakt. En daarom is risicomanagement en portfolio management ook key. Als jij weer met de hele portfolio al ingaat, ja, dan ga je natuurlijk nat. Dan ga je gewoon broke. En dan kan je nog hier zo'n dikke winstgevende 400% gain hebben in je portfolio. Maar als je dan weer al ingaat, ja, dan verlies je gewoon in één keer weer heel veel. Dan heb je de hele trade, het overweegt deze trade niet. En daarom is risico, en ik probeer het echt wel te benadrukken, want ik zie het nog steeds omheen. De risicomanagement en portfolio management is key. Nummer 1. Als je van jezelf weet dat je daar niet aan houdt. Of dat je weet dat je veel geld verloren bent. Meer dan je kon verliezen eigenlijk in je portfolio. Dan adviseer ik je vooral om met je risicomanagement en je portfolio management mee aan de slag te gaan. En je weet van jezelf wel of je het goed doet of fout doet. Maar ik wil je benadrukken, als jouw risico-slash portfolio management doet, kan je nog 5 trades achter elkaar verliezende trades hebben. Maar je hoeft maar 1 trade te hebben met hetzelfde portfolio, met hetzelfde risicomanagement, die heel dik is. Zo eigenlijk, hè, van 44.000 naar 37.800. Dekt al die verliezende trades weer. En als je, trader, gewoon een trader. Mijn ratio is ongeveer 1, ja, zeg 70% ongeveer, plus minus is mijn ratio. Dat betekent dat ik, 70%. 7 op de 10 trades heb ik goed en 3 trades heb ik verlies. Nou, hoort erbij. Part of the game. Maar op het moment dat je met die 3 trades die verlies zijn, achter elkaar zijn, je gaat met je hele portfolio. Ja, wat doe je daar nog voor? Want dan gaat het wel heel hard. En dat is gewoon het belang van echt, als je echt trader wil worden, ga met je risicomanagement, ga ermee aan de slag. Als je weet dat je fout is goed doet, blijf er al zo doorgaan. Zolang je portfolio maar groeit. Dat is het belangrijkste. Cool. En inderdaad, Laurens, daarom een SL. Even kijken hoor. Elroy vraagt, kan ik alleen briefjes die ik meeschreef met jouw analyse van je laatste maand altcoins in de prullenbak gooien? Goed dat je het zegt, Lisa. Want de analyses die wij hadden gemaakt van de, en dat vind ik, en daar zouden we het over hebben, heb ik inderdaad in het Discord kanaal heb ik het over gehad. Als wij namelijk naar Cardano kijken. Joh, dit roepen wij al zo lang. Ik ga hem even op de daily zetten. Dit roepen wij al zo lang. En dit is gewoon gebeurd. Dit is gewoon gebeurd. En dit roepen wij zo lang. Dit riepen wij al vanaf hier. Vanaf 2,40 riepen we al dat we naar die 90 tot 85 cent gingen. Alleen, gezien de marktomstandigheden op dit moment. Gezien dat Bitcoin nog lager kan. Gezien de vraag van jou, Lisa. Kunnen de analyses van de altcoins in de prullenbak? Ik zou zeggen, hou er nog rekening met een kleinere, verdere afkoeling. Cardano, je ziet het precies op zijn blauwe box. Maar ik denk dat dat echt een bounce was van support, hè? Zoals we hem hier hebben uitgetekend. De volgende drop van Cardano wordt een liquiditeit drop. En dat zal samengaan met Bitcoin. Dus wat ik dan verwacht van Cardano. Dus als wij hier even deze gaan tekenen. Zo. Zie je trouwens dat Cardano recht op de 1, bijna recht op de 1,86 is gekomen. Heel interessant, by the way. Echt een W5 target. Maar we kunnen W5 nog op een andere manier uittekenen. En dat is de trendbase van 1, 3. Ja, laat maar. Dat doen we maar niet. Dat doen we maar niet. En als we hem nou even hier doen.
Ja, dat zou meer legit zijn. Dan zou ik eigenlijk de 0,86, ja, de 86 cent zou ik legit vinden. Dus gezien de omstandigheden van de markt, gezien de omstandigheden van Bitcoin, ja, gaat Cardano misschien nog één lager. Maar misschien is de bodem wel bereikt, hè? I don't know. Want we hebben die blauwe box, ik sleep hem nu wel weg, maar die blauwe box hebben we wel aangetikt. Maar het hoeft niet te verbazen als we nog even één keer lager gaan, hè, gecombineerd met Bitcoin, om liquiditeit op te halen. Kijk, het mooie is wat ik nu wel zie bij Cardano, en dat is heel belangrijk, en niet bij Bitcoin, is dat Cardano nu een 3 drijft, en dit is voor mij echt een bodemsignaal. Cardano heeft een 3 drijft bullish divergentie. Natuurlijk nog niet bevestigd, maar kijk eens hier, we hebben de blauwe box gehit. We maken op de bodies maken we 3 keer een lower low. We printen nu een hammer. Dus misschien is dit voor Cardano wel de bodem, hoor. Misschien is dit voor Cardano wel de bodem. We hebben namelijk een 3 drijft bullish divergentie. Prachtig op de trendlijn. Prachtig in de blauwe box waar wij het maanden over hebben gehad. Prachtige telling die klaar is. Prachtige telling die ook op deze FIP hier perfect lekker uitkomt. Ja, hey. Het kan dus zijn dat Cardano klaar is en dat we nu een hammer gaan maken. Als Bitcoin dus nu een bounce maakt, zijn de W4, kan het zo zijn dat Cardano alweer heel bullish wordt. Bitcoin nog bearish, maar Cardano kan best bullish uitpakken. Want dit is misschien juist een chart die dus nu zo opvalt, omdat hij zo sterk is op dit moment in vergelijking met andere charts. Want dat mis ik dus bij Bitcoin. Bij Bitcoin zie ik geen bullish divergentie op het daily. Die is gewoon helemaal kapot. Helemaal kapot. Dus dan gaan wij nu even een bruggetje maken naar ADA heeft zich ook sterk hersteld. Inderdaad, dat ook nog. Ga ik even wat bekijken. En dat is de Bitcoin dominantie. Hey. De Bitcoin dominantie is dus ook vermoedelijk, heeft dus ook vermoedelijk zijn bodem bereikt. En de Bitcoin dominantie zal dus bullish zijn. Dat wil dus zeggen dat de mains, ja, dat de grotendeels van de altcoins verder gaan bloeden. Grotendeels, hè. Denk aan gewoon de meest gehypte coin. En daarom ga ik ADA vooral echt met een schuin oog in de gaten houden. Want deze grafiek laat mij andere dingen zien dan andere grafieken. En we hebben het al vaker gezegd. Van de Discord-leden weten ze het. Dat ik zei, oké, de oudere altcoins, de wat oudere altcoins, denk bijvoorbeeld aan Cardano, aan VeChain, al dat soort coins, die zullen in mijn optiek zullen die een rally kunnen gaan krijgen in vergelijking met de nieuwe coins. Of de meest gehypte coins. Want als ik naar Cardano kijk, hè, en ik zie de correctie van Cardano op deze manier, en ik ga nu naar bijvoorbeeld, even kijken, waar ben je, vriend? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Top. Ik kan het weer heel goed vinden. Ik zoek Sol. Of Sushi. Bijvoorbeeld Sushi. Sushi is een hele andere grafiek dan Cardano. Maar niet alleen Sushi. Gaan we bijvoorbeeld naar FTM. Phantom. En die is wat oude cap, maar is wel het meest gehypte coin op dit moment. Komt-ie. Gaan we naar Phantom. Kijk eens hoe deze grafiek eruit ziet in vergelijking met Cardano. Deze moet nog beginnen met corrigeren. En ik zei hier al, hier is hij klaar. Deze is klaar. Dit is klaar. Dit begint pas net met corrigeren. Dus wat ik vermoed, dat de meest gehypte altcoins klaar zijn en dat deze nu gaan bloeden. Maar dat coins die eigenlijk op het moment van december 2021, dit gedeelte, zijn gaan rallyen. En dit is ook bijvoorbeeld een Matic, hè? Dat soort dingen allemaal. De meest gehypte coins, die zijn klaar. Dus nu is het de kracht zoeken naar coins die juist in die periode hier, waar andere coins tegen dit gedeelte, zijn gedaald. En dat betekent dat deze dus nu veel eerder een potentie heeft om te knallen dan deze. Want je ziet hier, waar Cardano down ging, ging deze up.
Dus waar zou nu het geld heen gaan? Het geld van dit soort altcoins gaat nu in altcoins van dit. En de meeste altcoins zijn inderdaad gehyped, gerallied en dat soort dingen. En dat zal dus samen gaan met de stijging van de Bitcoin dominantie. Maar nogmaals, dat betekent niet dat alle altcoins kapot gaan. Want ik zie eigenlijk wel een mooie potentie in Cardano. Als ik het zo bekijk. Als ik de grafiek zo bekijk. Deze is volgens veel mensen dood. Kapot. Omdat ze daar afgelopen maandag geen rally mee hebben meegemaakt. Deze Cardano zit sinds 31 augustus in een bear trend. Terwijl andere coins vanaf augustus tot december in een bull trend zaten. Dus probeer die switch te maken. Goed, een mooie vraag. Kan Bitcoin naar 100.000 gaan? Ja, zeker. Alleen de vraag is wanneer. En daar kan ik ook geen antwoord op geven. De vraag wanneer, dat kunnen we pas zien wanneer we bijvoorbeeld toch de monthly weten te houden. Toch de bullish divergenties weten te houden. Al dat soort dingen. En ik zie ondertussen wat verzoekjes aankomen. Daar wil ik zo wel even verder op ingaan. Maar niet te veel. Want ik wou deze boodschap, deze extra livestream is echt even bedoeld om alles in kaart te brengen. En nogmaals, ik zie nu alweer verzoekjes bijkomen. Zoals, ja, sorry dat ik het zeg. Ik zie bijvoorbeeld een sushi. Een Matic. Al dat soort dingen. En waarom? Waarschijnlijk omdat jij erin zit. We gaan hem gewoon even erbij pakken. Weet je, de sushi hadden we net al. Maar we gaan bijvoorbeeld naar Matic. Onthoud wat ik net heb gezegd. He, dat de coins die het meest gehyped zijn, dat zou jij dus waarschijnlijk inzitten, zijn dit. Kijk eens naar Cardano. Kijk eens naar deze grafiek. Hier. Naar Matic. Hoe dit nu is uitgetekend. He, dit. En kijk nu eens naar Cardano. Boom. Cardano is in mijn optiek een voorloper op wat bij de hypecoins nog moet gaan gebeuren. Dus als je mij vraagt, bijvoorbeeld nu, hoe zit het met Matic? Dan denk ik dat Matic hier is. In dit gedeelte. Dus de kracht is vooral nu, voor jullie. Zit je in bijvoorbeeld in deze hypecoins of iets dergelijks? Zoek altcoins die eruit zien zoals Cardano. Want kijk nou naar deze grafiek. Ik vind dit persoonlijk, Matic is echt gewoon een grafiek die pas net begint met corrigeren. Dus Matic zal zeker nog wel langer in een downtrend blijven in mijn optiek. En is dit een reversal signaal. Want we zullen nu gerust, komt hier Matic hè. We zullen nu gerust een opkoping krijgen. Maar wat zie ik hier? Ik zie een blow of top. Reversal. Maar wat zie ik nog meer? Ik zie hier een linker schouder. Ik zie hier een hoofd. Ik zie hier een rechter schouder ontstaan. Drop down. Eigenlijk een beetje wat wij hier bij Cardano al hebben gehad. Dus dit gaat nog een heel interessant gegeven worden. Dus de key is nu vooral voor alle kijkers die nu kijken. Voor alle kijkers die hier dit nakijken. Zoek naar altcoins die al zijn gecorrigeerd op het dagelijks tijdframe, die wel reversal signalen laten zien, als bijvoorbeeld een bullish divergentie, of zelfs zoals Cardano, een prachtige driedrijf bullish divergentie creëren. Tellingen die klaar zijn, dus dit is een ABC, die telling is klaar. Als ik nu naar Matic ga, deze telling die begint net. Dit soort tellingen, daar moet je nu naar gaan kijken, oké, welke is klaar? En in de livestreams kunnen we erachter komen welke klaar is natuurlijk. Welke niet klaar is. Maar je kan heel snel voor jezelf al bekijken. Oké, misschien is dit wel een overhypte coin. Misschien gaat dit inderdaad wel even corrigeren. Dit is een oude CRO. Maar als ik ook CRO zie. Ja, sorry hoor. Heel erg gehyped. Maar ik zie dit ook als done. Zo. Dus bekijk voor de altcoins die jij hebt, of je nou technische analyse kennis hebt of niet. Bekijk voor jezelf gewoon even, oké, hoe ziet de structuur eruit? Is die inderdaad, zoals deze ook, dit is dan roos.
Maar die breekt dus nu letterlijk pas... Die begint nu pas uit te breken. Dit hebben we zo uitgetekend een keer. Oké, we zullen dus nu misschien een bouncer gaan krijgen. Zo. Maar daarna verwacht ik zeker verdere pullback. Dus dat is wel iets waar je naar moet gaan kijken. Oké, we kunnen die bounce maken. Maar daarna wordt het wel lelijk. Dus ontdek voor je, net als Sol. Als ik Sol op de week zet, of de 2 dagen, moet je kijken. Oké, we hebben Sol in de blauwe box gehit. Dit is wel weer super interessant. Solletje zit in zijn blauwe box. Als we uitgaan van deze ABC. Is hij op de expanded flat target gekomen. Maar kunnen we dit ook tellen? Mooi in zijn blauwe box. Die blauwe box moet houden. Want als het geen expanded flat is. Hij gaat nu dieper zakken. Dus dit is net zo'n punt. Net als Cardano. Deze moet nu pumpen. En Sol was ook in de periode hier down. Terwijl andere up gingen. Dus probeer die altcoins te zoeken. Die nu afgelopen maand down waren. En niet interessant waren. Dat is nu de kunst. Wil ik even kijken naar Sol bijvoorbeeld op. De monthly. De weekly. Ja, de weekly is wel echt. Sorry dat ik het zeg. Maar de weekly is echt fucked up. Sorry voor mijn taalgebruik. Als ik de weekly namelijk zo zie. Zie ik dit. Inderdaad bounce, maar dan zie ik dit. En dan hier pas weer up. Dus ja, we zitten op heel veel punten. Zitten wij nu gewoon echt in een boxie. En even kijken. Heb jij een glazen bol, meneer? Nee, ik heb geen glazen bol, man. Ik heb wel gewoon een glas. En we moeten het gewoon afwachten. En daarom, of ik nou een glazen bol heb of niet. Uiteindelijk komt alles op technische analyse voor mij. Ik ben een technisch analist. Mocht je erin geloven of niet, voor mij werkt het. Ben jij een investeerder? Ben jij 80% down op je portfolio? Prima. Moet je zelf weten. Maar ik ben een technisch analist. Ik ben een handelaar. Dat is een heel ander perspectief dan een investeerder. Dus of ik nou een glazen bol heb of niet, ik probeer mijn kansen te minimaliseren. Of nou ja, mijn risico's te minimaliseren, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, cool. In ieder geval hebben we nu een heel hoop belangrijke stof hebben besproken. En ik zie inmiddels dat wij al 1 uur en 10 minuten aan het streamen zijn. Ik wil eigenlijk alleen nog even wat vraagjes beantwoorden. En daarna wil ik nog even een paar mededelingen doen. En vanaf dan ga ik hem wel weer afsluiten. Wellicht zullen we door die bijzondere prijsactie zal ik echt wel nog meer streams gaan doen deze weken. Even wat meer online zijn. Want met prijsactie moet dat gewoon. Natuurlijk ben ik gewoon elke dag aanwezig in Discord. Dus Discord leden weten sowieso hoe of wat. Nou ja, wil je ook bijvoorbeeld Discord lid worden? Dat kan via de link Patreon. Ik heb op dit moment de website is... de website is zo dichtbij qua af. Zijn. En ja, wellicht zal dat dan, ik hoop vanavond of morgen zijn. Ik heb het namelijk al gezien, is goed onderweg. Richard, thanks. Geen enkel probleem, wij houden contact. En even kijken, ik ben hier voor wat hoopje. Nou, dan moet je vooral even terugscrollen als je wat hoopje wil. Want ik heb wel hele interessante gegevens, scenario's gedeeld met jullie. En dat is de hele wekelijkse tijd en dergelijke. Cool. Hebben jullie nog vragen? Drop ze dan nu even in de chat. Dan kan ik daar nog even antwoord op geven. En dan zal ik zo dadelijk kijken hoe of wat. Even kijken hoor. Ik zit al even te kijken. Nice. Solana hebben we net gehad. Solana staat voor onze neus trouwens. Deze blauwe box moet houden. Maar ik ga geen verzoekjes doen. Ik ga even niet altcoin verzoekjes of dergelijke. Daar wil ik even een ander moment voor inlassen. Want ik kan nu wel alles gaan charten. Maar alles hangt in samenhang met Bitcoin op vele altcoins. Het enige wat ik gewoon interessant vind is Cardano op dit moment. Maar ook Cardano op de lagere tijdframes. En dat gaf ik net al aan. Kan nog steeds dit gaan doen. Kan nog steeds. Ook al ziet het er super interessant uit. Cardano kan nog steeds een tik lager. Echt waar. Hetzelfde voor de Bitcoin scenario. Kan gewoon nog een tik lager. Want
Je weet niet wat er gebeurt als Cardano nu niet snel goed herstelt. En blijft hier ook stabiliseren. Ja, je ziet wat Bitcoin kan gaan doen. Die kan ook nog een tik gaan krijgen. Dus, ja, dat is gewoon een interessant level. Even kijken. Strong had een wick naar boven van 150. Wat kan zoiets geweest zijn? Strong had een wick. Ja, dat kan. Even kijken. Ik heb hem hier ook staan. Een wick naar boven. Ik zie hem niet staan hoor. Even kijken. Bedoel je dit? Ik zie hier voor de rest geen wick hoor. Dat is gewoon denk ik gewoon een bounce. Opkoping. Weet je wat het is? Na een crash zijn de orderboeken super dun. Super dun. En op het moment dat de orderboeken dun zijn. Dan uiteindelijk. Wanneer dus de order. Ja kijk. Er wordt verkocht. Op het moment dat er wordt verkocht. En het gebeurt zo snel. Zal niemand snel weer een nieuwe verkooporder plaatsen. Want het gaat gewoon in één rits. En op het moment dat dan in één keer bepaalde bots weer gaan draaien. En die zorgt voor die opkoping. Maar de orderboek erboven is natuurlijk helemaal leeg. Ja, dan gaat hij gewoon er doorheen. Omdat hij niks kan kopen. Dus dat heeft echt met liquiditeit te maken. Dat je van die rare scamwix kan krijgen. Even kijken. Geef je ook een cursus qua portfolio risk management. Hoe je er het beste mee om kan gaan. Inleggen, et cetera. Ja, daar heb ik een cursus voor klaarstaan. Dat is de trading en mindset. Dat is niet voor niets een mindset cursus. En daar wordt eigenlijk alles goed besproken. Ook een interview met een coach. Met Melissa die daarin verwerkt is. Hoe je nou je mindset ook stabiel kan houden. Hoe je hiermee kan dealen. Wanneer je bijvoorbeeld toch de mist ingaat. Dat soort dingen. Afspraken maken met jezelf. Dus het komt veel verder dan alleen even hanteren van oké, hou je aan die 1%. Want het gaat veel dieper. Het gaat echt gewoon zo diep. Dat je zo met jezelf struggelt. En ik heb dat ook ervaren. Nee joh, als ik nu gewoon 20% inzet. Dan heb ik die verlies van de vorige keer weer terug. En dan gaat het weer fout. Ja, dan ben je gewoon fucked. Dus je moet jezelf trainen op een bepaalde manier. En dat kan gewoon door jezelf bepaalde tools en handvaten aan te leren. De cursus is op dit moment niet mogelijk om te kopen of aanschaffen. Morgen wel waarschijnlijk. De websitebouwer is nu maximaal bezig. Want de website dat gebied bent. Je kan nu nog niks in je winkelwagen doen en zo. Zoals jullie het al zagen. Ik heb ook een nieuwe stream dingetjes allemaal. Dus alles wordt op dit moment helemaal opnieuw aangepakt. Gerebrand. En ook de website is nu niet webshop klaar. Maar het is ook een rebrand. Het cryptohuis wordt nu ook gerebrand. Je kan enkel wat informatie erover vinden. Hè, wat het is als je dan bijvoorbeeld nu naar cursus gaat. Nou, hier staat al training en mindset cursus. Alleen je kan hem niet in je winkelwagen doen. Dus dat zal waarschijnlijk vanaf morgen wel weer beschikbaar zijn. So you know. Hoe of wat. Want ik krijg al wat mailtjes ook van. Ja, ik kan niks meer betalen en dat soort dingen allemaal. Maar dat komt eraan. Even kijken. Wat vind je van de traditionele markten? Gaat maandagochtend voor nog meer rood zorgen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Laat me even kijken hoe de S&P 500 eruit ziet. Dit is echt gewoon fact. Ik ga even kijken wat ik hier kan zien. Oké, ik zie nu al. Want dit is iets dat open is. Dit is niet zonder sluiting. Dit is nu. Als ik naar deze ga. Even kijken waar het staat. Nee, waar sta je nou? Er is er ook eentje die is dicht, volgens mij. Deze, even kijken, is dit? Nee, deze is dicht. Deze is dicht. Is dan deze open? Nee, is ook dicht. Ik had er eerst eentje die was open. Ze zijn allemaal dicht. Maar goed, als ik dit nu zo zie. Even kijken. Ja, deze zal sowieso verder gaan. Want wat ik hier zie is 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Op zich, telling is wel redelijk klaar hoor hier. Als ik uitga van deze 1, 2, 3, 4, 5.
Ga ik iets meer uitzoomen. Kijk, dan tellen we vanaf hier. Ga ik dit ook heel even controleren. Oké. En dit. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, ik zie hier dus. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is dus een weef 1 als het ware. Hier zie je ook een 1, 2, 3, 4, 5. Dus hier 1, 2, 3, 4, 5. Dus dit is een weef 1. Dus dit is sowieso een weef. Dit. En dit. We zitten nu op de bijna 1, 6 en 8. Dus en dit is ook een 1, dus een 2. Dit is een 3. Dus dan heb je, ik moet even tellen hoor. Ja, dit is even live analyseren. Dit is een 1, dit is een 2. Dit is een 1, 2, 3, 4, 5. Ik zou hem hier zetten zo. Dan haal ik die heel even weg. Dan doe ik die. Zo. Even kijken of dit mag. Nee, mag niet. Dit is de 3. Dit is de 4, dit is de 5. Zo. Ik zit lekker even in mezelf te praten hoor. Want ik ben even aan het checken. Dan zou die zo komen. Dus. Dus dan een ABC. Ja, ik zou wel. Ja, of zo zou die ook kunnen natuurlijk. Ben je ook sowieso klaar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik verwacht wel een bounce eigenlijk. Misschien dat hij hier bounced. Zo, dat hij iets rood opent. Dus dan zal hij rood openen. Maar daarna in één keer bouncen. Dat zou zomaar kunnen. Dus verwacht ik echt die massieve sell-off? Nee, eigenlijk niet. Ja, het zou eerst een sell-off kunnen worden. Maar daarna een flinke bounce zijn de deze W4. En daarna range weer. En daarna weer een verdere drop. Zoiets zou ik ernaar kijken. En dan zou dit een 1 kunnen zijn, dit een 2, dit een 3. Dan ga je weer een grotere bounce maken. Of het is een ABC, hè. Dat je te maken hebt met dit. En dan ben je hier al klaar. Hier. Dus eigenlijk wel grappig, want dit past wel weer heel mooi in het Bitcoin plaatje of zo. Op een of andere manier. Als ik dan zo de aandelenmarkt zie, deze manier. En ik kijk naar deze chart. Vind ik hem op zich, qua weefstructuur en zo, moet ik even wel een goede tijdframe zetten. Zo. Vind ik hem er op zich redelijk oké uitzien als we een beetje de overlapping naar zoeken. Dus ja, ik vind het, het gaat een interessante maandag worden, denk ik, dump en pump of zoiets. Zoiets. Maar geen massieve solve of zo, nee. Oh ja, hoe kijk je naar Ethereum? En lange termijn. Werd me ook trouwens nog gevraagd hoe of wat. Inderdaad, ik denk dat het wel belangrijk is om Ethereum mee te nemen. Aangezien die een van de big boys is, om zo maar even te zeggen. Die gaan we ook wel even op de hoge tijd. Ja, moet je kijken trouwens. Hey, als ik Ethereum op het wekelijks tijdframe zit, joh. Oh, god. Nou, magneetje. Okay. Nou, natuurlijk weer weg. Ethereum zijn belangrijke levels op basis van weekly. Kijk, dit is al een heel ander soort grafiek dan Bitcoin. Veel minder hard gecorrigeerd. Maar Ethereum zijn 1 op 1 ligt op 2100. Dus verwacht ik aankomende dagen dat hij verder kan zakken naar 2100? Ja. Zou dat de bodem kunnen zijn? Ja. Maar hou ook rekening mee met 1437 op wekelijks tijdframe. Dit is echt wekelijks tijdframe.
Ik ga hier even kijken op Monthly. En dit vind ik wel link. En wat ik hiermee bedoel. Op basis van de Monthly. Is dit. En wat bedoel ik mee met dit. Die is voor mij geen bodem. Dus kan je hier wel een mooie hirnboelische divergentie waarnemen. Of iets dergelijks. Maar voor mij. Ik vind het geen bodem. Ik vind het meer een. Ja, gewoon een leveltje. En meer niet. Het is niet voor mij een bodem. Als ik daar een bodem wil zien. Dan moet ik naar 2 weken gaan. Dit is op 2 weken wel een bodem voor mij, dit. Dan heb je wat meer ruimte. Je ziet hier toch een beetje zo dit. En op Monthly is het gewoon 1 week. Dus ik ga hiervoor de 2 weken hanteren. En zolang Ethereum zijn 2 wekelijkse sluitingen laat zien boven de 1800, is het prima. En zitten we eigenlijk een beetje in het scenario. Oké, gaan we dit doen? Of gaan we dit doen en dan dit, of wordt het ultra bearish en gaan we hierheen? Dat is de worst case die we ook bij Bitcoin hebben besproken, maar ja, nee, hou vooral gewoon deze 2 levels in de gaten. En eigenlijk zit de eerste level al, ja, een kleine 15% onder je, en dat is echt de 2100, dat is gewoon een key level. Op het wekelijks tijdframe en 2 wekelijks tijdframe. Zien we voor de rest kijken. We zien ook nog geen daily bullish divergenties, weet je. Dus wat ik namelijk verwacht, hè. Stel we bouncen nu. We gaan niet naar die 2100. Of wel. En we bouncen. Wat je dan zal merken. Is dat jij hier. Een lagere top maakt. En ik kan je nu al vertellen dat het sowieso gaat gebeuren op de RSI. Dat je hier op de RSI een hogere top gaat maken. Dat je hier een hele bullish divergentie hebt. Want je hebt geen eens een bullish divergentie. Die heb je niet. Dus wat ik sowieso op dit punt. Of we nou vanaf hier omhoog gaan of niet. Stel, we bouncen. Hou dan rekening mee met die hidden bullish divergentie. Moet je echt rekening mee houden. Die nog die laatste push kan geven. En dan heb je een bullish divergentie op het dagelijks tijdframe. En dat is voor mij een bodemsignaal. En of dat hier is. Of hier is, zoals net al in de comments werd gezegd, jij hebt een glazen bol. Nee, heb ik niet. Ik zoek, ik analyseer naar die bullish divergenties en de tellingen die uitkomen. Dat is wat ik doe om mijn risico te beperken, om te kijken inderdaad of het een bodem is. En daar heb je geen glazen bol voor nodig. Iedereen kan dit. En dat is gewoon een kwestie van doen, analyseren en kijken. En natuurlijk, als je die bullish divergentie hebt, zouden we een Black Swan event kunnen krijgen dat we droppen? Ja, prima. Maar dat is part of the game. Dat hoort erbij. Alles wat je doet zijn mogelijkheden, kansen te beperken, risico's te beperken en mogelijkheden te vergroten door middel van technische analyse. En dat is de game. En als je daar gewoon goed mee om weet te gaan, dan moeten er daarvoor geen problemen zijn. En dan heb je geen glazen bol nodig. En dan is het gewoon een kwestie van analyseren en doen. En daarom waar ik nu al bang voor ben, is dus deze bearish divergentie. Daar ben ik nu al bang voor. Dat weet ik nu al. Dat zie ik gewoon aan de structuur die we hier hebben gehad op de RSI. Dat er flink wat opkoopvolume moet zijn. Wat je dan terug kan herleiden in de RSI. Dan zal de RSI zal dit doen. Dan heb je die hidden bearish divergentie, drop-down. Dan zoeken naar die bullish divergentie en dat is de bodem. En zo kijk ik naar Ethereum. En waar die ligt, I don't know. Enige hoe ik kan berekenen, bepalen waar dat kan liggen, is door middel van de trend-based Fibonacci tool. En dat is dus die 1-op-1 extensie, die dus ligt op de 2100. Eigenlijk moet ik hem gewoon even meer aanscherpen. Dit is wel een hele brede target, zo. Dat is een box en dit is een box. Dus zo zie je dat je je dingen kan berekenen. En dat is dus de Elliott Wave theorie die dus duidelijk maakt dat dit een ABC is. En dat kan je opzoeken. Dit heet een flat. En je kan uitgaan van een expanded flat als die op de 1, 2, 3, 6 komt. En worst case zelfs de 1, 6 en 8. Maar dan kan je uitgaan hiervan. En dat heeft niks met glazen bol te maken. Het heeft gewoon te maken met de Fibonacci levels die gerespecteerd worden door traders, bots. Noem het maar op. En als je dan ook nog eens divergenties hebt. Dan is het gewoon bingo. Als jij bepaalde bullish divergenties op die 1-op-1 maakt. Of op die 1, 2, 3, 6. Prima. Dan is de bodem dik in. Uit. Even kijken. Hoi Elder. Denk je dat we in de toekomst 2 tot 5 jaar een 0 achter de Bitcoin mogen toevoegen?
Nou, binnen 5 jaar wel. Binnen 5 jaar wel. Dat sowieso. Laat ik hem zo zeggen. Als Bitcoin hier gaat bodemen. Dit. Met mazzel zou je einde van dit jaar, volgend jaar alsnog een nul kunnen toevoegen. En dat is als we hier gaan bodemen. Want ik verwacht wel, dan als we die snelle correctie krijgen, hè, deze. Dan zie je dat we in mei gaan bodemen. Nou, dan in die hele korte periode kan het in één keer heel agressief en impulsief worden. Op een bepaalde manier. Alleen moet die wel hier gaan bodemen en snel. Want anders zou het pas volgend jaar worden. Als we niet in de W4 zitten, zal het over 5 jaar zijn. Dus daar heb het eigenlijk mee te maken. Waar we rekening mee moeten houden als we het hebben over een tijdframe en tijdsbestek. Maar lange termijn, 10 jaar sowieso. Sowieso. 5 jaar sowieso wel. Dat moet wel goed komen. Cool. Ik hoop dat we allemaal wat duidelijker zijn geworden in deze stream. Even kijken. Lol, als in de toekomst BTC verboden wordt omdat het nergens meer voor gebruikt gaat worden. En iedereen zijn pc'tje uitzet, is down. Ja, kan. Maar goed, alles kan. Alleen we gaan zien of dat echt kan gaan gebeuren. Bitcoin is gedecentraliseerd. Bitcoin bestond al voordat het überhaupt gecentraliseerd was. En toen was het ook al op 20.000 gekomen. Dus ja, we gaan het zien waar het schip gaat stranden. Ze kunnen Bitcoin niet verbannen. Dat is één ding dat zeker is. En je houdt toch altijd wel een bepaald believer doelgroep, denk ik zo. Maar dat is mijn mening, hè. Jouw mening kan zijn inderdaad dat je denkt, oké, als Bitcoin verbannen is het dood. Nou, wanneer dat bericht in het nieuws staat, Bitcoin wordt verbannen, het is dood. Wacht ik even de correctie af en ga ik maximaal bijkopen. Want opeens, een paar jaar later, wordt Bitcoin weer gelegaliseerd en heeft de overheid heeft lekker een slaatje ingeslagen en is het weer booming. Dat is hoe ik er dan naar kijk natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien. Ik even kijken. Altcoins hebben use case. Bitcoin heeft ook een use case. Weet je de use case van Bitcoin niet? Bitcoin wordt op dit moment door de programmeurs wordt maximaal gewerkt aan de blockchain, ook voor Bitcoin. En Bitcoin heeft echt wel een use case. Dus ik vind, en welke altcoins hebben dan een use case? De altcoins waar jij ponies kan, als je een ponyspelletje gaat spelen en een gratis geld krijgt, is dat een use case? Nee, vind ik niet. Weet je, ja, wat is een use case? Heeft goud een use case? Weet je, ja. Het is gewoon jezelf beschermen tegen inflatie. Daar is Bitcoin voor gedesigned. En de echte investeerders weten dat. En de echte die fundamentele analyse hebben gedaan, die weten dat ook. Daar blijf ik ook bij dat gewoon zo is. En altcoins zijn gewoon een veel groter risicodoelgroep. Maar goed, veel rendementen te behalen. Ik wil echt niet alle altcoins afbranden hoor. Maar je moet wel rekening mee houden dat heel veel altcoins een use case hebben die zegt, oké, wij zijn de snelste cryptocurrency, dus wij worden het betaalmiddel van de wereld. Nee, geloof me, dat gaat niet gebeuren. Want er gaat gewoon een digitale euro komen. Er gaat gewoon een digitale dollar komen. Gecentraliseerd en wel. Wat is dan Bitcoin? Bitcoin is gedecentraliseerd. Die is niet in de macht van de overheid. Weet je, als je het op die manier bekijkt, heb je altijd een backup. Dus, ik wou het nog even kwijt. Even kijken, we behandelen geen altcoins, maat, inderdaad. We behandelen geen altcoins. Ik ga de livestream ook lekker afsluiten. We hebben een hele leuke sessie gehad. Ja, heb je natuurlijk vragen na het zien van deze stream, kan je die altijd even stellen. Ik heb nog een huishoudelijke mededeling over de altcoin zondag. En dat is dat ik altcoin zondag even een maandje niet ga doen. En het is kut, I know. De reden waarom ik het een maandje niet ga doen, omdat ik even de markt zijn ding wil laten doen. Want ik weet hoe het gaat. Het is niet mijn bedoeling om altcoins zondags te doen. Dat jullie denken, hey, deze coin is bullish. Want als ik iets zeg, wordt het vaak wel zo opgevat van, hey, hij gaat erin en dat. Ik blijf mijn onderzoeken doen. Dat is één ding dat zeker is, want de projecten staan ook niet stil. Alleen op basis van of ik erin ga of eruit ga, bewaar ik liever even tot de markt is afgekoeld. Want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een coin dat ik zeg, hey, deze is interessant en die is 10 cent. En een maand later is hij bijvoorbeeld 5 cent.
Maar dat dan de volgers erin zijn gegaan. Die risico's wil ik gewoon beperken. In alle altcoin zondagen heb ik sowieso een technische analyse erop losgelaten. Met belangrijke levels. Oké, dit is een belangrijk level, dit is een belangrijk level. Alleen ik ga dus nu even in deze in de tricky markt. Gezien ook de Bitcoin dominantie. Doe ik heel even een stapje terug. En pak ik het weer op wanneer ik zie dat de kansen toelaat. Want uiteindelijk wanneer de bodemsignalen aanwezig zijn. Dan pak ik altcoin zondag op. Dat is hele de issue van dit verhaal waar ik naartoe wil. Dus als jij als plan had dat jij wou investeren in altcoins op basis van de altcoin zondag. Hè, het is geen financieel advies wat ik doe natuurlijk. Dan zou ik zeggen bewaar dat geld. Of stop het in Bitcoin op DCA op die manier. Stop het later in altcoins. Want altcoins op dit moment, de meeste altcoins zijn gewoon heel gevaarlijk. Je ziet het. Bitcoin corrigeert 15%. De altcoins corrigeren 20-30-40%. En als je te maken hebt met low cap coins, die kunnen zo 50% van hun waarde zijn. En dat is de reden waarom ik even altcoin zondag wil beschermen. En dat doe ik puur om jullie ook te beschermen. Ik ga er iets anders voor verzinnen. Dat is één ding dat zeker is. Er blijft iets op die zondag. Maar wat? Daar kom ik op terug. Er komt sowieso iets als vervanging. En altcoin zondag ga ik dus oppakken wanneer er dus weer een mogelijkheid is. Wanneer de markt het toelaat. Dat is het belangrijkste wat er is. Cool. Jullie allemaal ook bedankt voor het kijken. Mocht je deze video ook weer leuk en interessant vinden. Duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. Ik vond het een superleuke sessie. Ik ga nog wel los deze week ook wat lange termijn video's. Los van Ethereum. Los van Bitcoin. Nog even apart op mijn YouTube kanaal plaatsen. Zodat je er altijd op terug kan vallen. In ieder geval dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ik wil jullie ook een heel fijn weekend toewensen. Het beste voor het beste. En natuurlijk. Handel alsjeblieft voorzichtig. Handel alsjeblieft voorzichtig. En zie deze video ook niet als financieel advies. Dankjewel voor het kijken. En wij zien en spreken elkaar snel. Ciao.